graag mijn zonnebril maar afhalen. Het is best wel... Ja. Nou, we zitten in Amsterdam bij Anneleen Verbeek, productie en casting agency voor de Caribbean Las Vegas show, voor het showballet en de choreografie. Nou, Anneleen, vertel maar. Wie ben jij? Wat heb je gedaan? Goed, ik ben dus Anneleen Verbeek. Ik heb jarenlang zelf gedanst, de opleidingen daarvoor gevolgd. Ik ben altijd een hele bezige bij. Overal ingezeten, heel veel in de modellenwereld, danswereld. Dat heb ik ook heel veel gecombineerd, lesgeven. Ik ben ook echt een docent. Ik ben echt een juf in hart en nieren. Iets opgebouwd, denk ik, van klein tot groot. En probeer eigenlijk deze dagen meer de overheadpositie te hebben. Want zelf dans ik natuurlijk niet meer, vooral natuurlijk al over de leeftijd. Nou, je ziet er nog goed uit, hoor. Dank u. Er zijn ook heel veel leuke mensen om me heen gaan zitten die dus aan me vastkleven en waar ik heel veel leuke dingen mee doe. En dat zijn opdrachtgevers, dat zijn vaste klanten, dat zijn dansers, modellen. En dat, ja, dat maakt het eigenlijk heel leuk om natuurlijk een team te hebben. Op een gegeven moment ben ik een paar jaar geleden dacht ik, ja ach, waarom doe ik er niet een casting agency bij? Want iedereen blijft maar aan me plakken en we werken met een goed team. En zo kan je ook beter presenteren. En het werkt heel goed, dus daar ben ik heel blij mee. Dat ik er niet, dus Anneleen Verbeek is niet alleen. Is niet alleen. Niet alleen. En wat kan je betekenen voor de Caribbean Las Vegas show? Nou, want het is niet niks, hè? Het is niet niks. Wat vind je van het idee? Het eerste wat me opkwam is toen ik de mail van je zag in mijn vakantie, waarin ik heerlijk in Zuid-Frankrijk gewoon aan een drankje zat, komt mijn mail binnen en dacht ik, wauw. Er gaat weer iets gebeuren in Nederland. Hier wil ik aan meedoen. Dat was het eerste wat ik dacht. Dus ik ben heel blij dat je me uitgenodigd hebt voor het gesprek. Want ik vind het heel dapper dat je dit doet. Maar ik vind het ook mooi dat je zo'n droom, dat het ook vanuit een persoonlijk iets komt. Daar hou ik dus ook van. En als ik daar zou bij betrokken zou zijn, dan zou ik het heel mooi vinden om jouw droom te verwezenlijken. Wat dan uiteindelijk ook in mijn droom verwikkeld zou zijn. Dat zou mooi zijn. En als we daar dan heel veel mensen blij mee kunnen maken en er iets op de kaart zetten wat gewoon doorgaat in een lijn erboven, ja, top. Alleen maar leuk. Wat ik voor je kan betekenen, hoop ik. Nou, we moeten nog heel veel bepraten buiten dit filmpje om, maar ik zou dus inderdaad dansers kunnen leveren, choreografieën kunnen doen, de ruggie kunnen doen. Ik heb heel veel ervaring met shows zelf maken, omdat ik altijd nadat ik gedanst heb, maar eigenlijk alleen maar bemoeid heb met de productie, regie, het maken, het hele gebeuren. En daar word ik nog steeds voor geboekt. En ik laat al het hippe gedeelte en dat soort dingen. En dat laat ik dan weer de nieuwe, jonge mensen over. Dus dat zou ik voor je kunnen betekenen. En het meedenken in je concept vind ik ook heel leuk. Als je daar de vrijheid toe hebt. En ja, dat zou ik heel leuk vinden. Dus niet alleen maar onderdeel van je hele show kunnen zijn, maar ook mee kunnen. Onderdeel vind ik dan weer wat anders als weer helemaal mee kunnen denken. Dat treurt me wel. Wat is jouw ervaring? Noem eens wat je gedaan hebt. Ik heb zelf als danseres begonnen wel bij een jazz extension. Ik had vroeger in Rotterdam Jazzsex. Dat was de enige gesubsidieerde. En ik zat net in de niet gesubsidieerde. Ik heb daarna ook nog veel voor Penny de Jager gewerkt. Veel tv-shows gedaan. Daarna die werd opgenomen door Frank Wenting en het werd het Holland Showballet. Maar al vrij vroeg kwamen mijn talenten al naar boven en werd ik eruit gepikt door Frank en kon ik heel veel choreografie doen. Ik ben als company manager aangesteld geweest voor het Lido. Ik heb zelf in het Lido gedanst. Ik heb het Lido toen opgezet in Amsterdam, Lido Amsterdam. Dus ik heb dat helemaal meegemaakt van begin tot eind dat Frank Wenting zijn hele Las Vegas opzetten. En daar was ik de company manager van tussen de Vijf Vliegen en Frank Wenting. Dat was heel leuk. Al mijn choreografieën werden daar nog gedaan. Ook voor de wat er toen allemaal was, wat er gewoon niet meer is. Lilla de Mol, de show. Mark Klein Essing had het. Doet hij het of doet hij het niet? Van Jan-Peter Rens. Rens. Noem het maar op. Dat soort shows heb ik allemaal gedaan. Ik heb voor Barry Stevens een hele show opgezet door het land. Dus ik heb heel lang voor Barry Stevens nog gewerkt in zijn school. Want ik was, zoals ik zei, ik ben docent. Heel veel les gegeven. Ik heb zelf vier zomers lang in België, ons buurland, in Blankenbergen, het Witte Paard. Ik weet niet of je het kent, het is in België. Dat is de top. Ja. Daar heb ik vier jaar lang, 1996, 97, 98, 99, de regie en choreografie van de show daar gedaan.
Nou, dat was ontzettend leuk. En dat was een goede leerschool, want die Belgen, dat was heel moeilijk. En alles was natuurlijk nog allemaal een beetje, dan kom ik aan met mijn bravoure en ik doe het wel even. En ja, dat ging goed. Dat is heel leuk gaan. Maar ik vond na 4 jaar ook wel genoeg. Dan moet het verder. En ik ga nog steeds elk jaar kijken. En mijn leerlingen zijn nu de danseres in de show. En 1 leerling is zelfs nu de choreograaf in de show. Dus ik voel me heel trots dat ik toch een soort van Anneleen heb doorgezet daarin. En ik ben nog steeds goed bevriend met de eigenaar van het Witte Paard. Dus vind ik leuk. Ja. De laatste 4 jaar heb ik een heel groot evenement mogen doen voor een evenementenbureau. En dat, dat is best wel een groot ding. De Shopping Night in Den Haag. Dat is 40 meter catwalk. Dat is dans, show, mode. Met alle grote... Ja, de Shopping Night is een groot evenement in Den Haag. En ja, ben ik heel trots op dat ik daar echt een hele productie neerzet. Dat is echt een... ook een groot ding. En het zal het in het voorjaar. En waar haal jij je dansers vandaan? Eigenlijk overal. Ja, dat is een goede vraag. Ze komen vanzelf ook naar mij, want dat krijg je als je een beetje een naam krijgt in Nederland en dan willen ze zich inschrijven. Het is altijd van mond tot mond. Ik heb natuurlijk zelf als choreograaf zoveel gedaan dat je daar een naam hebt opgebouwd. En ik heb vroeger wel eigen showballetjes gehad, hè? Ja, en zelf in gezeten en dat was ook hartstikke leuk. Maar dat ambieer ik niet meer. Ik hou wel van het gegeven wat nu is. Iedereen is ZZP'er, freelance enzovoort. Moeten ze ook vooral doen. We houden audities. En we kiezen de mensen eruit, niet alleen maar die goed zijn of mooi zijn, maar waar ik ook mee kan werken en waarmee samen te werken valt. Ja. Want een team is een team, dat je echt samen kan werken, anders dan werkt het niet. Dus dus dat komt ook van ook alle scholen. Ik ben ook best wel nauw verbonden met de opleidingen in Nederland. Wat ik erg leuk vind, omdat ik word gevraagd als jurylid, ik word altijd een beetje bij betrokken. Daar hou ik ook van. Ik heb zelf natuurlijk theaterschool gedaan vroeger, dus dan blijf je ook een beetje daarin. Hou van dat professionele. Daar haal ik de mensen vandaan, die komen naar mij. Je houdt audities. So You Think You Can Dance, al die mensen die komen natuurlijk allemaal. Nou ja, en zo... bouw je een soort klein imperiumpje op, zeg maar. Dus ben je ervan overtuigd om voor het Karimi Las Vegas show, want wij willen een vast showballet hebben, want dit is niet eenmalig. Zoals ik al verteld heb, we gaan met deze show gaan we internationaal. Duitsland heeft al heel veel interesse in deze show, Monaco, België en zelf in Zuid-Amerika. Dus ben jij in staat om een vaste showballet voor deze show bij elkaar te krijgen? Ik ben in staat om voor jou een vast concept enzovoort te bedenken en te organiseren. Maar het is net als zeg maar in de musicalland dat je natuurlijk contracten maakt voor mensen. Ja. Als zij deze klus doen van 2 en 3 en 4, hopelijk 4 december, dan is dat. Is daarna weer een klus. Probeer zoveel mogelijk mensen dat te leren. Maar ik ga ervan uit dat je weer net zo de mensen kan klaarstomen voor de volgende klus. Ja, dat hoort erbij. Het zou prachtig zijn als je mensen hebt die je het hele jaar door zou hebben. Nou, je zoekt wel een soort captain uit die dat natuurlijk allemaal bij elkaar houdt. En het is dan elk jaar gewoon weer elke nieuwe klus, nieuwe audities en kassen. En als zoiets gaat groeien, dan krijg je mensen natuurlijk wel vast. Maar dat is natuurlijk mooi. Hè? Dat ze denken, hé, dit kan ik even voor een... net als dat je voor Hans Klok een tour gaat doen. Of Hans Bauer een tour gaat doen. Als de Caribbean Las Vegas Show een tour gaat doen, neem je mensen aan voor die tour. Maar je neemt natuurlijk ook wat mensen aan als reserve. Want ja, we leven nou eenmaal in Nederland. Een klein landje, we hebben maar weinig dingen. Dus mensen zitten overal in. Hè? Het is dezelfde pool waar we uit halen. En het is de kunst om uit die pool te halen diegene met wie je samen dit concept kan doen. Ja. Maar het unieke ook van deze show is dat je 2 gedeeltes hebt. Je hebt het Las Vegas gedeelte. Ja. Want wij gaan zeg maar de Las Vegas, de echte Las Vegas show, met alle glitter en glamour, gaan wij in Nederland brengen, weer terugbrengen in Nederland. Het tweede gedeelte is Latin. Latin is ontzettend in, dat weten we allemaal. Er zitten heel veel mensen op salsa dansscholen, het zijn er 500.000 per week. Wat zou je daarin betekenen? Want we hebben Belle Perez natuurlijk als de fantastische trekker. Van de show en daaromheen, wat zou je daarin kunnen betekenen? Want het is een multifunctioneel concept. Ja. Nou, ik mag van mezelf wel graag zeggen dat ik allround ben en dat ik ook de mensen creëer om me heen die allround zijn en dat je precies de juiste mensen erbij haalt die voor dat gedeelte specifiek zijn. Ik geloof, kijk, ik kan zeggen, ik kan alles. Dat kan ik natuurlijk ook. Ja, moet je ook zeggen hoor. Dat moet ik ook zeggen. Ja, precies. Maar ik heb ook de mogelijkheid om mensen om me heen te creëren van wie ik net
de krenten uit de papaan te zeggen, kijk, dat is nou echt specifiek voor jou. Want dat maakt een show natuurlijk, als je net juist alle gespecificeerde mensen bij elkaar hebt. Dus dat kan ik er zeker bij. Het vindt helemaal leuk. Ik kan salsa dansen, ik ben zelf ook salsa. Kijk, dat scheelt. Ja, dus ik vind het geweldig. Ja. Ik heb natuurlijk al ervaring zelf als danseres en daarna als choreograaf. Heel veel ervaring in partnerwerk. Ja. Ja, en dat scheelt gewoon heel veel. Dus in het maken van dit, want dit heeft allemaal met partnerwerk te maken. Ja, en de choreografieën bij de nummers, de choreografieën daarin bedenken, de juiste kleding. Ja. Wat kan je daarin betekenen? Nou, in de kleding, kijk, er zullen dingen gemaakt moeten worden. Hè? Ik bedoel, er zullen dingen gehuurd moeten worden. Dat zal sowieso. Ik heb dat niet thuis op mijn zoldertje. Nee, dat kan ik me voorstellen. Snap je? Ja. Nee, dus elke productie hoort een budget bij waar je dat zou kunnen doen. En daar kunnen we het gewoon over hebben. Wat wil je? Ik neem aan dat daar besprekingen over komen. Van, ja. Als de nummers duidelijk zijn. Maar geen probleem. Ik heb mensen ook de juiste connecties om me heen die dat kunnen. En dat, ja. In alle budgetten hebben we daar mensen voor. Dus daar hoeven we niet helemaal daar. Be creative, hè, moet het zijn. En je had het over Penny de Jager. En Penny ken ik zelf ook heel goed. Ja. Hoe zou je het vinden als je het met Penny samen weer zou gaan werken? Nou, dat zou wel heel grappig zijn. Ik was wel een van Penny's favorites in die tijd. Want het is natuurlijk een vakvrouw, hè? Het is een vakvrouw. Vakvrouw. Ik zou het niet weten, Vincent. Ik bedoel, luister. Het is leuk om met iedereen te werken. Het zou een eer zijn, want ze is natuurlijk al wat ouder. En ja, ik ben bij haar begonnen. Dus het is... Okay. Ja, dus, ik weet niet. Ik heb geen idee of ze me herkent. Ik heb maar 1,5 jaar of zo voor haar gewerkt. Mm. Net de overgang dat ze het dus moeilijk had en het verkocht. Want ze had het heel moeilijk toen. Ja. Dus... Ja. Maar ook Penny zal ook een van de mensen zijn die wij weer terug op de kaart zetten. Want zoals ik tegen jou zeg, Gustave Pelen, dat is de algemeen directeur van Let It Touch Events. Mijn algemeen directeur, zakelijk directeur. Dat is een man met een klein hart eigenlijk. En die wil de mensen, dat is ook zijn missie, de kans geven die in het verleden het niet hebben kunnen redden op een bepaalde manier. En waarvan Penny de Jager eigenlijk ook één van is. Ook een vakvrouw natuurlijk in hart en nieren. Jij bent een vakvrouw in hart en nieren. En wij zoeken dus een team waarbij we als team gaan samenwerken. Lijkt het je wat? Ja, zeker. Ik wou alleen daar een kleine kanttekening, als ik wat sceptisch mag zijn. Dat mag. Is dat... Als je zo'n team staat, wat ik heel goed vind dat ik een team samenstelt, want dan sta je nooit blind op één iemand. Gebruik de mogelijkheden van iedereen en dan kom je tot elkaar. Is trouwens ook heel Amerikaans. Ja, klopt. Dus dat is daar hou ik al van. Ja. Penny, met alle respect, is natuurlijk al heel lang uit de showbiz. Heeft een dosis ervaring van de tijden vroeger. Dus als we dat zouden mee kunnen nemen in hoe je het nu wil hebben, klopt, met de mensen zoals ik dan in dit geval die er nu in zit. Ja. Maar dat zou zij dan ook moeten begrijpen, met alle respect voor Penny. Ja. Ik denk wel dat je weet. Ja, ik begrijp wat je bedoelt, inderdaad. Dat we dus met respect voor elkaar, dus naar ze iets doen. Want wat toen in hip goed was, hoeft niet te zeggen dat nu ook zo is. Maar je kan het meenemen in de gedachten en het verbeteren of het mooier maken. Ja, of veranderen of dat soort dingen. En het heeft een mooie invalshoek van vroeger. Dus ik ben er alleen maar een voorstander van. Ja. Om de mogelijkheden van diverse mensen bij elkaar te brengen, toch? Ja, nou dat klinkt mooi. En hoe zie je het verder zitten? Wat is jouw idee? Wat is mijn idee? Ten eerste zou ik nu, als ik nu alles hoor, nog meer bij betrokken willen horen, dat ik alles wil weten wat je wil en hoe het precies in elkaar zit. Ik ben een ontzettend pragmatisch iemand. Dus schema's maken. Zo, nou mensen, we zitten in Amsterdam, dus dat kan allemaal, hè? Dat gebeurt in Amsterdam. Hè? Sorry. Ja, maakt niet uit. Maar ik zou echt we moeten natuurlijk eerst een prijskaartje, ik begrijp dat je dat wil weten. Maar dat was voor mij ook onderzoekend, om te weten wat je wil. Want ik hou er niet van, daarom ben ik wat voorzichtig geweest om niet meteen jou een globale offerte te sturen. Want je kent me niet, ik ken jou niet. Het is gewoon fijner om eerst dit te hebben voordat je zegt, oké, we gaan iets op papier zetten. En dan staat nog iets niet vast. Om daar wat over te praten. Want het is zoeken naar wat voor budget heb je, wat heb je voor ogen. Enzovoort. En dan zou ik datums willen prikken van achter naar voor. Om het in te plannen.
audities houden voor dansers. Maar ja, gaan we zo. Nou, oké. Nou, ik zie in ieder geval een hele enthousiast. Ja, heel enthousiast. En daar zijn we blij mee. Nou, ik wil je bedanken voor deze interview, voor de making of the career.